want dat vergeet ik echt elke dag bijna. Wie heeft de tips? Vind je een goede tip? Laat het me weten. Zo leuk en zo spannend. Hoor. Ja. Het is dinsdag. En we gaan kijken. Heel spannend. Of er een cadeau in zit. In onze schoenen. Want ik moest ook gisteren mijn schoen zetten. Eens kijken wie is te lief geweest. Nou, jij bent wel lief geweest, schijnbaar. Ja. Oh. Zo, zij krijgt een groot cadeau. Oh. Wauw. Kom. Nou, gaan we eens kijken. Oh, dus hebben de pieten heel mooi ingepakt voor mij. Eens even kijken, wacht even. Maar Jobby heb ik natuurlijk niet. Kijken. Misschien is het telefoon. Nee, het is geen telefoon. Ik voel me aan de vorm. Ik denk dat ik al weet wat het is. Een rekenmachine. Ik denk... Oh, wat heb jij voor leuks? Noem maar een puzzel van 500. Oh, laat hem eens zien. Die is wel heel leuk. Oh. Wat heb ik? Chocola. Een van mijn favoriete repen chocola. Dat is lekker. Dank je wel, Sinterklaas. Mijn kleine meisje zit weer op school. En ik ga laten zien wat ik aan heb. Want dat vergeet ik echt elke dag bijna. Ik heb deze top aan van Typhoon. Die heb ik echt een tijd niet meer aangehad. Maar ik zag hem weer hangen en toen dacht ik, die is eigenlijk wel leuk. En normaal zou november echt te koud zijn voor deze top. Maar het is zo lekker warm weer dat hij echt helemaal top is nu. Mijn favoriete spijkerbroek, de Mile High van Levi's. Ik heb deze ook in het licht. Ik hou van deze broek. En ik heb vandaag sneakerwatches aan, want ik moet echt gewoon heel veel dingetjes doen. En deze kan ik gewoon aan en heel de dag op rennen. Ik ben trouwens zo blij met mijn muren. Alleen... Nu echt, het is gewoon nog nat. Dit gaat echt nog wel een week of twee weken duren. Van helemaal vocht om handen. En dan kunnen ze geverfd worden, maar voor nu zijn ze in ieder geval wel heel mooi. Dus gewoon even geduld is een schone zaak. Het huis is wel weer redelijk aan kant. Was opgeruimd, al dat soort dingetjes. Ik hou er echt niet van. Ik hou er wel van dat het gedaan is, maar ik hou er niet van om het te doen. En ik heb één ding. Daar loop ik elke keer tegenaan. Ik ga het laten zien. Deze houten kist. Die vind ik echt helemaal geweldig. Die was van de moeder van mijn opa. Die is daarna naar mijn oma gegaan. En daarna naar mij. En dat is deze. Die heb ik al wel eens laten zien in de vlog. Ik vind hem geweldig mooi. En het is ook leuk. We hebben hem pas op pootjes gezet. Want hij is heel oud en de pootjes waren eraf. Dus er zitten nieuwe pootjes in. En je kan hem opbinden. Ik heb een heel klein stukje. En dan via de andere kant. Dan zit er dus ook muziek in. Maar hier zitten nog oude spulletjes van mijn oma in. Alleen wil ik hem heel graag ergens anders voor gebruiken. Maar ik weet eigenlijk elke keer niet wat ik erin wil. Ik wilde iets in wat niet vies of kapot wordt. Maar wat daar wel een hele mooie plek in heeft. En wat ik ook niet te vaak wil pakken, want dan gaat hij heel snel slijten als je er constant aan zit. Dat zou ik ook zonde vinden. Dus ik loop zo vast op wat ik hierin wil bewaren. En ik wil wel dat het iets is wat ik in de woonkamer bewaar. Want ik wil hem een mooi plekje in de woonkamer gaan geven. Ook al weet ik ook nog niet waar ik hem wil zetten. Ik wil hem heel graag ergens neerzetten en ik wil er heel graag iets goeds in wat ik logisch vind. En ik kom er niet uit. Echt. Wie heeft de tips? Heb je een goede tip? Laat het me weten. Ik ging net proberen om de Sinterklaasversiering boven te pakken. Maar we hebben een hoekje met een schot ervoor.
Maar dat is een zijstuk van de trap. En het is een vrij kleine opening en dan wel een vrij grote ruimte erachter. Maar dat zit onder een schuin gedeelte van het dak. Vandaar dat de opening daar klein is. Dus ik dacht, nou, dat krijg ik wel uit. Maar Sarah heeft een beetje de zolder overgenomen. We hadden gezegd, hè, dat zij een gedeelte zou hebben om te spelen. En ik een gedeelte voor andere dingen. En dat we een beetje zo langs elkaar konden werken. En dat zij heel veel op zou ruimen. Bepaalde dingen ruimt ze wel op, andere dingen niet. Dus ik kon er al niet bij. En achter het slot zijn zoveel dingen weggezet. Die er allemaal voor stonden. En nou, dat ging gewoon niet lukken in mijn eentje. Dus ik denk, ja, nou dan doe ik dat later wel. Of met Mark of met Sarah. Anders heeft ze heel erg pech. Ik ga haar nu ophalen uit school. En normaal heeft zij vaak op dinsdag een afspraak. Maar er zullen blijven auto's komen. Ik wil ook rijden. Nu heb ik even een gesprek tussendoor. Dus ik hou haar op. Zij gaat naar mijn broertje. En dan ik naar de afspraak. Maar we moeten om dezelfde tijd zijn als Sarah. Normaal zet ik haar af en dan ga ik door. En dan moet ik haar staan. Maar ja, nu moet ik eerst haar afzetten. En dan even laat bij de afspraak zijn. Normaal doen we wel 5 minuutjes even kletsen op schoolplein. Omdat we anders te vroeg zijn. Maar dat moeten we nu niet doen. Ze moeten op tijd naar buiten komen. En dan moeten we echt racen. Anders is het gewoon niet haalbaar vandaag. Dus ik ben benieuwd of ze op tijd buiten is zo. Oh, wat leuk. Kijk, deze heeft Sarah gebouwd toen ik die weg heeft was. Ik niet, die heb ik niet gelijk gebouwd. Nee, je bent er eerder al aan bezig geweest. Maar hij is heel cool. Ja, dat was 10 jaar geleden. Er moet heel veel licht op. Zit er ook een schakelaar aan? Nee. Oh, hij gaat gewoon als hij in licht is bewegen. Hij is wel heel leuk geworden, Sarah. Kijk. Heel cool. Ja, dat zag ik. Het zonnepaneel. Nee. Dat is toch het zonnepaneel? Een gezicht achterop de staart. Oh, daar. Ik dacht dat je hierop wees. Daar had je ook een vingertje op. Ik doe zo bij ze. Cool. Een beetje een transformer. Zo hoort hij. Heel cool. En dit is dan van de vulkaan. Vulkaanuitbarsting. Daar horen flats bij. Ja. De aardbevingssimulator. Oh, cool. En nu gaan we lekker eten. Sarah is heel druk bezig met een mooie kleurplaat van Sinterklaas, hè? Ja. Dat is echt leuk. Heb je je schoen doen? Als ik hem al krijg. Nou, als je doorwerkt, heb je daar tijd voor. Er is weer een nieuwe aflevering Married at First Sight. Dit wordt een etentje waar iedereen... Zo blij. Ik wil zo graag weten hoe het verder gaat. Jij ook volgens mij, want je zat nog niet op de bank en hij stond bijna al aan. Zo leuk. En zo spannend. Marco is nog even wat lekkers gaan halen bij de supermarkt. Ik weet trouwens helemaal niet wat hij is gaan halen. Dat ga ik zo zien. Dat is een grote verrassing. Maar toen dacht ik, laat ik dat maar gelijk even snel editen. Dan heb ik dat ook weer gedaan. En toen was het weer tijd om naar mijn bedje toe te gaan. Want anders ga ik er morgen echt niet uitkomen. Maar echt, ik ben zo niet gemaakt voor ochtenden. Ik heb er zo'n hekel aan. Maar goed, ik zal het ermee moeten doen. Ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!